Naast mij zit een man die een paar weken geleden voor het eerst scoorde voor FC Groningen tegen Sparta. En vanavond deed hij dat weer, zijn tweede doelpunt. FC Groningen speelde met 1-1 gelijk tegen Willem II. Jammer van het resultaat, maar mooi voor jou Ruben dat jij voor de tweede keer scoort. Het scoren gaat je lekker af nu. Ja, natuurlijk was het mooi om mijn doel te maken in de Euroborg. Maar ik wil liever dat we 3 punten halen dan dat ik 1 doel maak. So, ja, ik vind het vandaag heel jammer. We hebben veel meer verdiend als 1 punt. Ja, want jullie hebben heel veel kansen gecreëerd. Willem II, misschien 1, hooguit 2, dan scoren ze. Hoe komt het toch dat jullie veel kansen creëren, maar toch weinig weten te scoren? Ja, ik denk vandaag is een beetje pech, maar ook een beetje van de kwaliteit voor het doel. Maar het is zo, ook tegen Utrecht hebben we misschien 6 kansen en maakt 5 doels. Vandaag hebben we 27 schot op doel. Normaal maak je 4, 5 doel, maar vandaag hebben we alleen 1. So, ja, klar, het is teleurstellend en heel jammer. Ja, positief is wel dat jullie na de teleurstellende wedstrijd van vorige week tegen Roda in ieder geval weer goed voetbal hebben kunnen laten zien. Is dat dan het positieve wat je uit de wedstrijd kan halen? Ja, klar. Ik denk het was een slechte wedstrijd tegen Roda van ons. En we hebben deze week hard gewerkt om dat niet meer zo een slechte wedstrijd te spelen. En we hebben vandaag bewezen dat we zijn veel beter dan wat we hebben tegen Roda gedaan. En nu hebben we 2 weken voor de volgende wedstrijd tegen AZ. We kunnen hard werken en dat willen we ook doen. En denk ik dat we veel punten halen in de volgende 7 wedstrijden. En hopelijk hebben we nog een kans om de plaats 9 te reiken. Ja, nou zat er vanavond iemand op de tribune uit Noorwegen die hier heel populair is bij de supporters, Erik Nefland. Ja. Heb je Erik nog even gesproken? Ja, hij was in de cabine met ons. In de kamer naar de wedstrijd. Hij is een top man en ik hoop veel van Erik. Hij is ook een belangrijke spits in Noorwegen. Wat mooi om met hem te praten. Ja. Ja, dan zit je hier op de bank omdat jij Ascent Man of the Match bent geworden. Hoe is dat de supporters jou verkiezen tot Man of the Match? Ja, klar. Voor mij is het mooi, maar natuurlijk heb ik dit gevoel. Ik zit liever hier met 3 punten. Ik vind het vandaag ben ik een beetje teleurstellend. Het is heel jammer dat ik niet hier met 3 punten zit.